We staan op dit ogenblik in Antwerpen, waar de opnames van de Vlaams Top 10 plaatsvinden. En ook Patrick Onzia, die is hier vandaag aanwezig, want jij hebt een nieuwe single uit. Dag Patrick. Ja, dag, hallo. Ja, natuurlijk, anders zou ik hier niet zijn. En als er een nieuwe single uit is, dan moeten we bij mens zijn. En daarom zijn we hier. Nieuwe single, net uit. Zet nu de tijd maar stil. Dat is een liedje dat gaat dat je af en toe wel eens rust moet nemen. En dat je alle dingen eens moet even laten stoppen. En daarom zetten we de tijd even stil. Is het een nummer dat je zelf geschreven hebt? Ik heb er mee aan geholpen. Samen met mijn goede vriend Udo en Roel de Ruiter hebben wij deze productie opgezet. De vorige productie was ook van Udo en mij. Dus ik heb eigenlijk de melodie gemaakt, de zanglijn. En Udo heeft de tekst gemaakt. En Roel de Ruiter heeft het... Volledig afgewerkt. Ja. En het is een Nederlandstalig nummer? Zoals altijd Nederlandstalig, ja. Het vorige was een optempo nummer, het is een beetje rustiger. Na de voorloper dan voor de zomer, die dan weer optempo zal zijn natuurlijk. Oké, je bent druk bezig. Naast het muzikale, waar ben je dan op dit ogenblik nog mee bezig? Wel, ik ben nu met theater bezig. We hebben net de winterrevue achter de rug. Dat hebben we december, januari gespeeld. We zijn nu volop aan het repeteren, want volgende week gaan we dan in première met een theaterstuk Nonkel Jeff en De Verloren Zoon. Dat is weer iets helemaal anders. En dan speel ik nog eens voor de tweede keer De Zottendree. Iets weer helemaal anders. Daar hebben we zo moeten klappen. Hè? Maar het concert, want het concert komt eraan. Dit jaar is mijn feestjaar. Ik word 50 jaar. Ik vier 30 jaar carrière. Wordt hier ook in het theater Elkelijk gevierd op 22 september. 30 jaar carrière en 50 worden om 12 uur. Want op 23 september ben ik jarig met enkele bevriende gasten. Udo, Dirk van Voren, Britt van der Borgt, Sven de Ridders. Moet zien dat ik niemand vergeet. Sven de Ridders, Udo, Sandrine, Daisy Thijs. Groot orkest, 9-man orkest. En iedereen is van harte welkom. Ja. Is het enkel muziek dat gebracht wordt of is er ook plaats voor theater die avond? Nee, dat is echt een concert eigenlijk. Uit de 30 jaar carrière. Oudere singles worden onderuit het stof gehaald. Nieuwe nummers worden voorgesteld. Duetten met Udo, zelfs met Sven gaat zingen. Met Daisy, met Sandrine. Het wordt een hele leuke avond. En om 12 uur is dan iedereen erbij als ik 50 word.